Goeiedag en welkom bij aflevering 8 van Mikey en Wout met Manchester United. Er is een speler van de maand bekendgemaakt en deze maand is dat Romelu Lukaku. Dan hebben we ook nog een transferbod binnengekregen voor Matteo Darmian. En daar gaan we nu even naar kijken. We zijn dan bij Matteo Darmian en we gaan een transfersom van 18 miljoen vragen. 15.300.000. Dan gaan we proberen naar de 17 te gaan. En een doorverkoopclausule verwijderen. En ze willen daarmee aankopen voor 17 miljoen. En dan hebben we een aanbieding gekregen voor bondscoach te worden van Oostenrijk. Maar zoals ik al zei, ik wil enkel maar bondscoach worden van Engeland. Met deze career mode. We hadden er ook nog een van Ivoorkust en die gaan we ook afwijzen. En Matteo Darmian is verkocht. En we zullen 14.500.000 krijgen. Bij ons transferbudget wanneer de transferperiode begint. Dat is dus in januari. Vertrekt Darmian en krijgen wij bij ons transferbudget 14.500.000 bij. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we uit tegen Liverpool. Liverpool staat op een tweede plaats. Met 5 punten achter ons. Dus als ze winnen, doen ze een goede zaak. Als wij winnen, lopen we verder uit. Belangrijke wedstrijd dus. En dan zometeen de topper tussen Liverpool en Manchester United. De altijd geladen wedstrijd. Goeiedag en welkom hier in Anfield voor de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United. De nummers 1 en 2 uit de competitie tegen elkaar. Hier ziet u het. De marge is al 5 punten en hopelijk kunnen we die groter maken. Hart tegen hart. Ze hebben de beste defensie in de Premier League met 3 doelpunten tegen, maar wij hebben de beste aanval met 21 doelpunten gemaakt. En nu voor Liverpool, Karius in doel. En Klein, Lovren, Matip, Milner, Wijnaldum, K, Henderson, Mané, Firmino, Munien. Jurgen Klopp is hoofdcoach en Salah toch wel raar maar waar op de bank. Dan de guy in doel, Valencia, Smalling, Company, Marcelo, Fellaini, Mkhitaryan, Pogba. En drie aanvallers zijn Ronaldo, Lukaku en Rashford. Hoofdcoach Sir Alex Ferguson. Graham Scott is de scheidsrechter. Eerste kans, redding Karius. Dan Rashford naar Ronaldo en die brengt de bal in het net. 0-1. Mooie aanval, mooi afgewerkt door Ronaldo. Voor Ronaldo is het zijn vierde doelpunt in de Premier League.
Dan komt Bani naar Cristiano. Lukaku, maar wordt gered door Karius. En Ronaldo de flank naar Rashford en die kopt de 0-2 binnen. Weer een zeer mooie aanval. Maar nu is de assist van Ronaldo en de goal van Rashford. De flankaanvallers vinden elkaar zeer goed te doen. Voor Rashford zijn vijfde doelpunt in de Premier League. Dan Emre Can naar Mané. Maar een makkelijke bal voor De Gea. En dan fluit de scheidsrechter voor de rust. We staan 0-2 voor in een goede wedstrijd. Waar we absoluut een betere ploeg zijn. Liverpool maar één keer aan ons doel gezien. Maar je weet altijd, met Liverpool kan het nog altijd gevaarlijk worden. Goede ruststand 0-2. Dan gaan we nu starten aan de tweede helft. En Mkhitaryan met een pas op Rashford, maar die trapt hem net naast. Gaan we wissel doorvoeren. De goed spelende Rashford wordt vervangen door Jesse Lingard. Nieuwe wissel. Romelu Lukaku wordt naar de kant gehaald. Een zeer blanke wedstrijd en Ibrahimovic komt in de plaats. Dan Lallana. Lallana nog steeds aan de bal en Lallana legt de bal in doel en maakt zo de 1-2. 77e minuut. Lallana maakt de aansluitingstreffer. Persoonlijk Lallana een zeer goede speler. Er is niks mis meer voor dat te zeggen. Dan Salah, de ingevallen Salah, met de voorzet. Roberto Firmino, maar Mané trapt en die te gaan binnen. Op 3 minuten tijd. Gaan we van 0-2 naar 2-3. Wat een wedstrijd is dit aan het worden. Ibrahimovic met het doelpunt. En zo hebben we toch wat we verdienen. De voorsprong. Voor Ibrahimovic is het zijn vierde doelpunt in de Premier League. Gaan we nog een wissel doorvoeren. Mkhitaryan wordt gewisseld door Matic. En Pogba gaat op een 10 post vatten. En dan zit de wedstrijd erop. We winnen met 2-3. In een wedstrijd die nog veel te spannend is geworden naar mijn goesting. Maar we winnen, dat is het belangrijkste. Vooral winnen van Liverpool. Zeer mooi resultaat. En zo bouwen we onze voorsprong uit in de stand. Zeer goede zaak dit. Lallana met het mooie doelpunt. Moet ik zeggen, mooie aanval. Helemaal op zijn eentje. Maar het mocht niet zijn. Zoals je daar ziet. Op 4 minuten, 3 doelpunten. En stand 2-3. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we uit tegen Huddersfield. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. En goeiedag, en hier zijn we dan. In Kirkland Stadium voor de wedstrijd tussen Huddersfield en Manchester United. De promovendus. Een van de promovendussen. Met toch wel een mooi stadion, moet ik zeggen. Komt Manchester United bekampen. Manchester United aan een goed seizoen bezig. Huddersfield weet ik niet echt waar ze juist geposteerd staan. Maar ze scoren hier wel slecht. Minst aantal doelpunten gemaakt. En wij het minste aantal doelpunten tegen. Dus het zal moeilijk worden voor Huddersfield om te scoren. Vooral door ons sluitstuk, David De Gea. Gaan we nu kijken naar de 11 van Huddersfield. Leuzel in doel, dan Smit, Schindler, Jurgensen, Leuwe, Whitehead, Mok, Ince, Bachilla, Fagundes en Monier in de spits. David Wagner is de hoofdcoach.
Maar nu voor United, De Gea natuurlijk in doel. Dan Valencia, Smalling, Company, Marcelo. Fellaini, Mkhitaryan, Pogba. Ronaldo, Lukaku en Rashford. Hoofdcoach, Sir Alex Ferguson. Manchester United, they're on a bit of a roll. Particularly from their last game, an away win against Liverpool. Yeah, nip and tuck, but they came out. Roger East is the scheidsrechter van vandaag. Game under the control of Roger East. We zijn eraan begonnen. Eerste kans voor Huddersfield. Boshila, maar die legt de bal naast. Grote kans voor Huddersfield. Rashford. Met de voorzet. Ronaldo. Recht op Leuzel. Dan Boshila, maar de redding van De Gea. Dan Ronaldo. Met de trap. Weer de redding van Leuzel. Keepers staan goed te keepen. Dan de corner met Mkhitaryan. Naar Smalling, maar Leuzel pakt. Dan De Gea weer met de redding. Smit en weer De Gea. De Gea houdt ons recht elke keer opnieuw. Dan is het ruststand 0-0 in een wedstrijd met veel kansen aan beide kanten. Zelf ietsje meer voor Huddersfield. Maar De Gea staat goed te keepen, net zoals Leuzel. Ik denk wie het eerste goal tegen krijgt, die verliest. Zo'n wedstrijd is het aan het worden. Keepers staan buiten zeer goed. Dan gaan we beginnen aan de tweede helft. Fagundes naar Boshila. Ins, maar die legt hem onbegrijpelijk naast. Dit moesten ze afstraffen. Dan Boshila naar Mounier. De Gea met de redding en dan gaat die bal tegen de lat. Mok, en dat is een penaltyfout. Dit is zo'n wedstrijd waar het kleine foutjes tegen u kunnen werken en daar is de penalty. Mounier staat achter de bal. Maar De Gea pakt hem. Prachtige redding, De Gea. We gaan een wissel doorvoeren. Mkhitaryan. Bleke wedstrijd. Wordt vervangen door Ibrahimovic. We gaan weer een 4-2-4 spelen. Ronaldo, Ibrahimovic, dat Pogba, die legt de bal over. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Fellaini wordt vervangen door Matic. Dan zijn we nu klaar voor de vrije trap. Ins op de lat. Het is nog niet gedaan. Modi. De Poitre, maar De Gea met de redding. En de wedstrijd is afgelopen. Beide keepers houden 0. En we hebben dat te danken vooral aan De Gea dat we hier toch nog een puntje kunnen rapen. Want we hebben eigenlijk echt niet goed gespeeld. 100% kansen zijn er misschien 2 geweest. Waar dat een goede keeper op stond. Maar De Gea heeft echt wel een paar mooie reddingen moeten verrichten. Speelde de eerste keer gelijk dit seizoen op hetzelfde Huddersfield. Geen drama omdat we al zoveel punten voorsprong hadden. Eindstand 0-0. Dan gaan we nu kijken naar de stand na 9 wedstrijden. Op de eerste plaats Manchester United met 25 punten. Dan volgt Liverpool met 17. Dan zijn er een aantal ploegen met 16. Dat zijn Swansea, Chelsea en Southampton. Dan met 15 volgt West Brom. Met 14 Bournemouth. En dan twee ploegen met 13. Dat zijn Tottenham en Man City. Dan met 12 punten zijn Arsenal, Leicester, Stoke. Dan met 11 Burnley. Met 10 Brighton. Met 9 West Ham. Met 7 Watford. Met 6 Huddersfield en Everton. Met 4 Crystal Palace en met 3 en op de laatste plaats Newcastle United. Dan gaan we nu kijken bij de topscorers. Op de eerste plaats staat Gray van Watford met 8 doelpunten. Dan volgt Lukaku
en Rashford met 5. Dan heel wat spelers met 4. Dat zijn Ronaldo, Ibrahimovic, Wijnaldum, King, Bonny, Shaqiri, Tadic en Izquierdo. Dan bij assists. De meeste assists zijn voor Ronaldo met 8 stuks. En dan volgt Mkhitaryan met 6. Kalou volgt met 4. 0 tegendoelpunten. Fabianski en Karius bij de 5. En dan Bravo en De Gea met 4. Dit was het dan voor deze aflevering met mijn Keer Mode Man United. Ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering. En daar spelen we ronde 4 van de Carabao Cup. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.